René van Raamdonk, u bent ondernemer in Ninoven, maar u bent ook initiatiefnemer van een boek, Voluit tegen kanker. Kan u eens verklaren waar het boek over gaat? Het boek gaat over een complementair alternatieve geneeswijze. Dat wil zeggen, als je kanker hebt, dan is de klassieke geneeskunde chirurgie, chemotherapie, immuuntherapie en bestralen. Hè. Als je daarbij complementair probeert je immuunsysteem te verbeteren, dan zijn er nogal wat mogelijkheden die niet altijd benut worden. Hè. Als je dat goed begrijpt, dan kun je eigenlijk een grote bijdrage doen aan je eigen gezondheid, aan je immuunsysteem proberen verbeteren en in feite gelijk welke therapie beter ondergaan, beter resultaten proberen te boeken. Dat logisch is, als je immuunsysteem verbetert, kun je ook beter iets verdragen. Voor alle duidelijkheid, het is een ondersteunende manier om bestaande therapieën te verbeteren. Absoluut. Hè. Het is niet zo dat wij op enige manier ook zouden zeggen dat vervangt alles wat er bestaat en het onze is hier het enige goede. Integendeel, het is complementair. Hè. Dat is altijd zo in elke therapie eigenlijk. Hoe meer dingen dat je goed doet, hoe beter resultaat dat je boekt. Ja. U hebt het boek zelf niet geschreven, u hebt daarvoor een auteur gezocht. Kan u daar iets meer over vertellen? Ja, dus ik zou dat helemaal niet kunnen schrijven, want dat is een tamelijk ingewikkeld proces. Men moet ook zeer goed weten over wat het gaat en hoe dat je dat in elkaar moet zetten. Het is dus Hilde Maris, een zeer gekende medische journaliste, gespecialiseerd in ortomoleculaire geneeskunde. Hè. Dus eigenlijk, dat wordt ook soms wel eens voedingsgeneeskunde genoemd. Hè. Ja. Wat zijn nu de tips die in dat boek staan, die u zeer kan aanraden voor mensen die momenteel in behandeling zijn van een kanker? De belangrijkste tip is, denk ik, te proberen toch zo gezond mogelijk te eten. Bij voorkeur toch organisch, hè. Dus dat zo min mogelijk bespoten, zo zuiver mogelijk. En zo min mogelijk afgewerkte producten. Dat wil zeggen, verse groenten, vers fruit. Bij voorkeur ook een beetje vegetarisch als het kan. Hè. Dus niet te veel vis of vlees. Hè. Maar eigenlijk zo zuiver mogelijk eet, zodanig dat het lichaam zo sterk mogelijk wordt tegen uw probleem. Ja. Naast voeding is bewegen ook belangrijk. Kan u daar iets over zeggen? Zeker. Bewegen is belangrijk. Soms moeilijk. Soms geeft men de moed ook een klein beetje op. Maar men moet toch proberen van wat bloedcirculatie te hebben, toch wat te blijven bewegen. Zo goed als mogelijk is beter dan niks. Men moet geen proberen moeilijke prestaties te gaan doen. Maar het is kwestie van zuurstof te nemen, buiten te komen, toch een minimale beweging te doen. En zo zijn er nog heel veel zaken eigenlijk, ja. Hoe wordt het boek onthaald bij de oncologen zelf? Ik denk dat zij er zeer positief tegenover staan. Er is een oncoloog die het zeer grondig gelezen heeft. En die vond eigenlijk dat het in alle klinieken zou moeten gebruikt worden als bijkomend voor wat de patiënt nodig heeft. Hè. Ja. Is altijd het boek is verkrijgbaar via welke kanaal? Wij bieden het aan via alle boekhandels. Men kan het kopen via onze website. Maar in de boekhandel zou het normaal ook moeten liggen. Of kunnen ze het op zijn minst bestellen. Ja. Nog een persoonlijk vraagje. Bent u zelf ooit geconfronteerd met kanker? Niet persoonlijk, maar natuurlijk wel in vrienden en familieleden. Maar dat is toch wel een tijdje geleden. Maar mijn vrienden is niet zo lang geleden. Of verleden jaar nog een vriend verloren, ja. En vanwaar die passie dan voor dergelijke zaken, om dergelijke boeken uit te brengen? Goh, een beetje uit colère eigenlijk, dat niet alles benut was wat nuttig is. Ik had een paar dingen gelezen die een bepaald effect hebben bij kanker. En me verder te graven vond ik allang zo meer. Maar dan was natuurlijk de kunst, als je bijvoorbeeld kanker intikt of cancer in het Engels intikt in Google, dan heb je 1,4 miljard sites. Dat wil zeggen, er raakt een normale mens niet aan uit. En dan heb ik stilaan meer en meer proberen juist informatie te vinden, volledig gebaseerd op wetenschappelijke studies, wat dus die dame, Hilde Maris, voor mij gedaan heeft. Dus volledig goed nagezien dat het klopt, dat het niet zomaar
praatjes zijn of ideeën van alle dagen een citroen, je moet nooit geen kanker krijgen. Dat soort verhalen zult je bij ons niet lezen. Okay. Ik wens u heel veel succes met de verkoop en de distributie van dit boek, meneer. Dank u wel. Ik heb ze ook toen overigens vertaald al. Ze zijn vertaald in 3 andere talen. Okay. Zijn de? Duits, Engels en Frans. Okay.